1, 2, 3. In februari 2020 wordt gevierd dat de 25ste kweker meedoet aan Rain Leveler. Maar hoe werkt het eigenlijk? Op het moment dat er heel veel neerslag voorspeld wordt, dan krijgen we een sms'je of we het waterbezin een stuk willen verlagen. Zodat zeg maar, het water wat op het dak valt, dat dat dan niet in de watergangen terechtkomt, maar dat dat terechtkomt in de bazins. Na Luchtlysiante zijn er 19 bedrijven bijgekomen die hun bazin ter beschikking stellen bij hevige regenval. Ja, het gaat heel erg goed. We hebben nu 44 aansluitingen in 4 jaar. En we zien echt een stijgende lijn. En we kunnen daar heel erg goed bij helpen als Delfland. En ja, het is natuurlijk als Westlandse tuinbouw is het natuurlijk geweldig om innovatief te zijn en te blijven. Westland doet altijd heel erg veel op het gebied van omgeving, omgevingsmanagement, milieu, waterkwaliteit. En het is natuurlijk ook mooi als de tuinbouwsector nu ook bijdraagt aan waterkwantiteit. Alles gaat computergestuurd. Dan zie je eigenlijk het waterbezin terugzakken. En op het moment dat het dan gaat regenen, dan kan je hem dus weer vol laten lopen. En dat is eigenlijk het idee van Rain Leveler. Dat we zeg maar voor de bui uit water lozen. Zodat we het water op kunnen vangen op het moment dat het regent. Ja, Delfland bespaart daarmee of vangt met het Rain Leveler project nu ongeveer samen met de tuinders. Want het zijn eigenlijk de tuinders die het doen. Vangen wij nu ongeveer 25.000 kuub op. Dus dan moet je voorstellen, dat zijn 10 Olympische zwembaden. Nou, ga daar maar eens even heen en weer zwemmen. Dat is goed voor je coronakilo's. In principe zie je hier de klep. Dus hoe heet dat? Dat is een motorklep die met de computer gestuurd wordt. Er zit een buis zeg maar, op ongeveer een meter onder de rand. En op die manier kunnen we zeg maar, 30% uit het waterbezin laten lopen. Het Hoogheemraadschap van Delfland is nog steeds bezig om tuinders te zoeken in Westland of Oostland om mee te doen aan Rain Leveler.